Hoi, leuk dat je kijkt. Vandaag is mijn allereerste vlog dat ik ga vloggen. Dat klinkt niet heel logisch, maar vandaag is in ieder geval de eerste dag dat deze vlog online komt voor deze kerstvlogmaand. Ik heb al een hele tijd niet gevlogd. En dat is nogal te merken, want ik heb vandaag nogal gefaald. En gisteren ook. Ik heb namelijk eigenlijk met mezelf afgesproken dat ik van elke donderdag tot woensdag ga vloggen. En het is ondertussen vrijdagavond. Dat van gisteren ben ik gewoon vergeten. En er waren ook wat dingetjes die ertussen gevallen waren. En vandaag ben ik gewoon echt zo stom geweest. Want ik heb me namelijk een beetje verslapen. Maar ik heb mijn vlogcamera vergeten en ik heb dus niks gevlogd vandaag. En na mijn werk ben ik eigenlijk gelijk door naar mijn vriendin gegaan. En daar heb ik heerlijk gegeten en gezellig gekletst. En weet ik veel het allemaal. En vervolgens kom ik dus nu thuis. Is het 10 uur. En ben ik eigenlijk wat video's aan het kijken van andere YouTubers. Ja, is mijn eigen vlog een beetje gefaald. Anyway, leuk dat je kijkt naar deze video. Deze week ga ik dus vloggen en elke vrijdag om 6 uur 's ochtends komt er een nieuwe vlog online van de afgelopen week. Ben je daar dus nu benieuwd naar hoe ik ga vloggen? Abonneer je dan zeker even als je dat nog niet hebt gedaan. Ik ga straks lekker slapen en dan zie ik jullie morgenochtend weer. Good morning guys. Vandaag is het zaterdag. Zaterdagochtend. Het is 11:30 geweest. En ik ben make-up aan het doen. Ik heb even lekker uitgeslapen, want dat had ik wel even nodig vandaag. De eerste officiële dag voor mij om te vloggen. Best wel spannend eigenlijk. Het is voor mij namelijk echt al een hele tijd geleden dat ik heb gevlogd. Mocht je me nog niet zo heel lang kennen, ik heb ook een hele tijd gevlogd op mijn vlogkanaal. Dat heet Inspired by My Life. En die staat nog steeds online, dus je kan die kijken als je die wil kijken. Maar dat is echt al een hele tijd geleden. Echt, volgens mij mijn examenjaar, dus dat is al 3 jaar geleden of zo. Zeg maar dat ik het echt wekelijks deed. Dus nou ja, we gaan het weer eens proberen in december. En wat kan je verwachten eigenlijk gewoon? Anyway, vandaag ga ik niet zo heel veel doen. Ja, eigenlijk wel. Ik ga vooral gewoon werken, want er komen natuurlijk zoals je weet 4 video's per week aan. En vanavond ga ik bij mijn zus eten met het hele gezin. Ik weet niet of ik daar echt heel veel ga filmen. Want meestal neem ik mijn familie niet echt mee in mijn video's of zo. Want dat vind ik gewoon een beetje privé. We will see. Ik moet trouwens wel echt nodig mijn make-up hoekje, tafeltje opruimen. Want, oh my god, het is echt een bende hier gewoon. Oké, ik ga even opruimen, mijn mail doen en alles. En dan zie ik jullie ook weer. Doei doei! Oké, nog steeds niet helemaal hoe ik het wil hebben, maar het kan ermee door. Oh, en trouwens, ik zal gelijk even mijn outfit laten zien. Heel simpel, omdat ik leuke video's ga opnemen voor kerst. En ik ga me natuurlijk ook sowieso een paar keer omkleden. Dus ik heb gewoon even deze trui aangedaan die ik gisteravond aan had. Deze is van Fashion Chic. Die heb ik gekregen, niet zozeer omdat ik er werk. Of omdat ik er stage loop, want er lopen al meerdere meiden stage, maar die krijgen ook niet allemaal zo'n ding. Maar ik ga dinsdag mee met een soort eventje waar ze gaan bowlen en dineren met alle merken die bij ons aangesloten zitten. En daar ga ik dan wat foto's maken. En iedereen moet zo'n kersttrui aan hebben, want dat is de dresscode. Dus alle merken krijgen zo'n van die trui opgestuurd en het Fashion Chic team zelf ook. Dus het zou een beetje raar zijn als ik er dan geen één heb. En verder heb ik gewoon een plant aan. Nee, deze skinny jeans van Pull & Bear. En dat is het eigenlijk. En mijn haar laat ik nu nog even in een knot. Het kan eindelijk weer een beetje op de lengte die ik leuk vind. Zeg maar dat het echt op mijn hoofd zit. Ik zou hem nog het liefst iets verder willen nog. Vind ik gewoon mooier dan aan de achterkant. Omdat ik zo kort haar had. Ik had mijn haar geknipt. Kon dat niet. Het is inmiddels 1:15. En ik ben lekker aan het filmen. Ik ben in de eerste video aan het filmen. En ik heb de andere video voorbereid. Maar ik kwam erachter dat ik nog wat dingen had moeten kopen bij de Action. En daar ben ik niet geweest. Dat ga ik straks even halen en dan ga ik proberen in ieder geval een beginnetje te maken in de eerste video, maar het wordt zo snel weer donker dat ik niet weet of dat gaat lukken, maar het wordt in ieder geval heel wel leuk dat ik aan het filmen ben, dus stay tuned. Ik moet weer eens echt even inkomen met vloggen, maar goed. Het is ondertussen iets over 4 en mijn video is net online gekomen, dus ik ga straks even de reacties allemaal bijhouden. Over een uurtje ga ik weg, dan ga ik bij mijn zus eten. Ik laat mijn camera gewoon hier, denk ik. Maar ondertussen is mijn kamer wel heel erg kerstig aan het worden. Een stukje verder gekomen. Ik ben naar de Action geweest met mijn moeder, want die ging toevallig ook. Dus ja, wil je nou meer zien van de kerstvideo's op mijn kanaal? Zorg dan zeker dat je geabonneerd bent. En ja, ik zie jullie dan denk ik morgen weer. Ciao! Hoi, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Nee, zondag. Ik ben helemaal in de war. Het is vandaag zondag en gisteren heb ik lekker gegeten met mijn familie bij mijn zus. Het was heel erg gezellig. En toen heb ik nog van mijn moeder, Sinterklaas, de decemberkalender gekregen. Zo'n kraskaart. Nou, vandaag heb ik weer een dingetje al opengekrast. Gisteren was het 3 december. En vandaag 4. Dus ik heb er nu 4 opengekrast. Ik heb nog geen enkele hetzelfde. Dus dat, nou ja, we weten het niet. Anyway, vandaag ga ik veel filmen weer. Eigenlijk wil ik 2 video's maken. Eentje voor cadeautje.nl en één voor mezelf. Want ik voel me niet zo heel lekker. En nou ja, ik ga het maar gewoon doen. Het is 12:30 geweest. Ik ben vandaag bezig met glitter en echt serieus mijn hele bureau. Ja, je ziet het niet, maar het zit helemaal onder de kleine glittertjes.
Maar ik moet zeggen, het is een hele leuke DIY geworden. En ik vind hem zelfs nog leuker dan ik hem had gedacht. Dus het is goed uitgepakt, goed gelukt. Ondertussen is het bijna 4:30. En ik heb alles wat ik moest filmen vandaag gefilmd. Behalve de avondroutine, want die gaat er binnenkort ook nog aankomen. En ik heb natuurlijk nu, eigenlijk vandaag, heel mijn kamer kerstproof gemaakt. Dus kan ik nu een kerstachtig, nou ja, niet echt een kerstavondroutine, maar meer een avondroutine in de winter, in het weekend. En ik ga denk ik om 5:00 beginnen met filmen. Dus ik heb nu even een break met filmen en ik ga eigenlijk gelijk even editen straks. Het is ondertussen aan het eind van de dag en ik ben op dit moment een avondroutine aan het filmen. Dus ben je daar nog benieuwd naar, abonneer je dan zeker eventjes. Daarna ga ik lekker een serietje afkijken en het is nu ondertussen 8:30. Ik heb lekker een theetje en een snack. Lekker plakje cake. Ik heb net een maskertje op gedaan en het voelt altijd zo chill. Oh. Mijn hele huid voelt altijd een beetje, ja, puffy of zo daarna. Ik weet niet, ik vind het gewoon chill. Oké, ik moet iets toegeven. Ik ben volgens mij echt serieus de slechtste vlogger ooit. Nee, oké, dat is overdreven. Vandaag is het gewoon maandag en is het gewoon druk. En ik merk gewoon dat het filmen op kantoor is gewoon toch niet zo heel chill. Ik zit op een hele grote redactie met heel veel mensen. En het is daar altijd rumoerig. Dus ook al zou ik kletsen, horen jullie het waarschijnlijk toch niet. Nee, dat valt ook wel mee. Maar anyway, ik ben weer thuis. Het is 7:45. Nee, 7:45. Het is 7:55. Ik ben helemaal van slag. Ik heb lekker een kopje thee voor mezelf gezet. En een koekje. En ik ga lekker even wat vlogs van andere mensen kijken. En vandaag is heel leuk. Mijn bestelling bij Boohoo online gekomen. En ik heb dus net gekeken. Want er waren wel dingetjes waarvan ik dacht, ah, dat wilde ik toch eigenlijk ook wel heel erg graag hebben. En er is gewoon nog steeds 50% korting. Ik snap echt niet hoe ze het doen, maar oké. Dus heel misschien ga ik straks nog een bestelling plaatsen. Of morgen of overmorgen. Morgen heb ik weer een dagje op kantoor. Maar ik begin iets later. Want ik ga in de avond ook nog fotograferen. Waarschijnlijk wordt dit serieus de saaiste vlog van allemaal. Dus als je deze vlog al leuk vindt, dan weet ik zeker dat je die andere vlogs ook leuk gaat vinden. En ik krijg een mailtje. Geloof me, ik ga zoveel leukere dingen doen in de komende weken. Maar echt de eerste week van december was gewoon, ja, nog een beetje soort novemberachtig. Niet echt december-ish. Ja, vooral gewoon werken eigenlijk. En heel veel voorwerken. Want ik wilde eigenlijk zeg maar november en begin december heel veel voorwerken. Zodat ik in eind december, dus wanneer kerst en oud en nieuw is, niet zo heel veel hoef te werken. Dus ja, uiteindelijk moet ik natuurlijk wel die vlogs editen. Maar dat is dan oké, weet je. Daar wil ik het dan op houden. Vandaag was wel een leuke dag op zich. Maar dat komt eigenlijk meer door mijn pakketjes. Zoals je zag, heb ik gisteren niet heel erg veel kunnen filmen. En vandaag is het alweer woensdag. Het laatste vlog, of de vlogdag van deze week. Het is net 6:30 geweest. En ik ben wat eerder van huis gekomen. Omdat ik gisteravond natuurlijk heel erg een lange dag had. Tenminste, daar heb ik niets van gezien. Daar was ik uiteindelijk pas 11:00 thuis. Toen was ik zo moe. En ik wilde eigenlijk nog van alles doen. Maar dat kon ik gewoon niet meer omdat ik heel erg hoofdpijn had. En ik wilde gewoon zo snel mogelijk slapen. Dus ja, dat heb ik ook gelijk gedaan. Nu wil ik eigenlijk zo snel mogelijk gaan douchen. Want ik ben echt een beetje... Want vandaag heb ik de hele dag goodiebags in lopen pakken. En zeg maar lopen vullen en inpakken. Want het waren goodiedozen. Dat was voor kerst. Heel gedoe. Ik wil gewoon ook niet eens meer over praten. Het is gewoon... Sommige dingen worden gewoon niet zo goed geregeld. En no offense voor Fashion Chic. Maar ze zijn er nogal goed in daarin, zeg maar. Dingen niet regelen. Dingen niet op tijd regelen. Ja, het is ook een talent wat je kan hebben. Vandaag is het woensdag en is het dus de laatste vlogdag. Volgende week komt er gewoon weer een nieuwe vlog van een nieuwe week. Vanavond ga ik in ieder geval eigenlijk vooral editen. Heel veel editen. Deze vlog sowieso. Mijn batterij is bijna leeg, maar... Ik moet natuurlijk wel nog even het vakje van dag 7 krassen. Het is vandaag natuurlijk 7 december. Dus we gaan even kijken. Het is een kaars. Oh, die heb ik nu 2 keer. Als ik er nog 5 vind, dan win ik €50. Score. Aangezien deze camera bijna leeg is en nodig moet opgeladen worden, sluit ik bij deze de vlog af. Dit was de allereerste vlog in december. Maar volgende week vrijdag om 6:00 ochtends komt er dus weer een nieuwe online. En die is, geloof mij, echt veel leuker. Dus ben je nog niet geabonneerd en wil je meer vlogs van mij zien? Of sowieso meer video's, want er komen 4 video's per week aan in december. Abonneer je dan zeker even. See you later. Doei.